René en Marie-Louise zijn al 62 jaar getrouwd en wonen nog altijd in hun eigen huis. En voorlopig hebben ze daar niemand voor nodig. Marie-Louise, jullie wonen nog altijd samen en jullie hebben daar niemand voor nodig, behalve elkaar natuurlijk, hè? Ja, dat is ons grootste geluk, samen oud worden. En niemand nodig hebben. Hetgeen dat een niet kan, doet een ander. Welke taken neem jij zo voor je rekening die je vrouw wat moeilijker vindt? Is vooral dus de boodschappen doen, hè. Ik ken overal de weg, ik ken de winkels en... Ik loop nog zonder stok en zo, dus ik kan alles dragen. Ik heb een rolwagentje dus en ja. En speciale gelegenheden ook, zoals postkantoor of zo, is naar de bank of zo. Dat doe ik allemaal. En ik denk to myself, what a wonderful world. Je zit graag buiten, maar ik neem aan, de tuin onderhouden, dat toch niet zo simpel is. Is gedaan. Die ligt erbij. En die is zo goed. What a wonderful world. Zeg, je doet nog altijd zelf je stof af en de kuis. Lukt dat nog? Ja, met beetjes. Hè. Niet allemaal ineens, zoals vroeger. Niet allemaal op één dag. Lijkt me toch wel vermoeiend. De ene dag doe ik dit en de andere dag iets anders. Zo gaat dat, hè. Je schakelt nog geen poetshulp in. Nee, maar het komt toch. Als jongens hebben het ook al gezegd. Mijn kinderen hebben het ook al gezegd. Dat moet iemand vragen, maar het komt er niet af, hè. Je bent misschien een beetje te fier. Je wil het nog zelf doen. Ja, nou wel, ja. Met ons tweeën is het goed, hè. Toen trekken we onze plan. Zalig, hè? Ik hoop dat ik ook zo oud mag worden. Zo is het plezier. Ja, als je samen, dat is een groot geluk.